Oké, we gaan beginnen met het tweede deel van de Urban Track. Het woord is aan Rob Bots. Hij is van de gemeente Tilburg en ik ga het onder andere vertellen wat zij hebben met een interessante pilot die ze hebben gedaan met de WOZ-beschikking. Maar daar kan Rob meer over vertellen. Ja, dankjewel. Ik blijf achter het podium staan, want de afstandsbediening van de dia werkt niet, dus ik moet hier iedere keer de enter indrukken. Goed, welkom. Ja, ik werk bij de gemeente Tilburg, maar ik sta hier vooral als vertegenwoordiger van de digitale stedenagenda. En dat zal ik jullie even meenemen, wat dat precies is en wat die voor jullie kan betekenen en wat wij doen. De digitale stedenagenda is een agenda die het doel heeft om alle initiatieven die op het gebied van meer digitale initiatieven in de Nederlandse steden leven, om die bij elkaar te brengen, partijen bij elkaar te brengen, onderwijs, gemeentes en bedrijfsleven en samen proberen ontwikkelingen in gang te zetten. Het is geen subsidieprogramma, geld om te geven. We hebben wel capaciteit om te schakelen, bijeenkomsten en werkgroepen om dat bij elkaar te brengen. En dat past ook eigenlijk naast bij het thema van vandaag, verbinden en delen. Waar de digitale stedenagenda over gaat, acht thema's in totaal. Bedrijvige stad wat Eindhoven trekt, onderwijs wat Deventer trekt, Den Haag veiligheid, Amersfoort trekt groene stad en Tilburg, daar ben ik. Ik ben een ambtelijke trekker en voor ieder thema is ook een wethouder trekker, dat is Erik de Ridder in Tilburg. En die twee trekken het thema onze stad en daar valt open data onder en vooral sociale media. En daar zal ik nu verder op inzoomen. Maar de grote waarde van dit programma is dat dit gebaseerd is op een tekening van een convenant, wat op 7 maart is ondertekend door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp. Alle G32 steden in Nederland, bijna alle G32 steden en alle G4 steden en Stichting Stedelink, die eigenlijk het initiatief hiervoor heeft genomen. Dat zijn vooral die steden die u net in de vorige dia zag. En daar is een convenant mee afgesproken met werkafspraken wat op al die thema's in de komende 2 jaar bereikt gaat worden. En daarvoor is ook van het ministerie wel geld ter beschikking voor gesteld. Vooral om trainees aan te trekken om ieder thema te helpen. En ook het ministerie van Binnenlandse Zaken doet mee, directie burgerschap en informatiebeleid. Daar kom ik dadelijk nog even terug mee waar ik met een initiatief. En het grote waarde van dit initiatief is dat het echt allemaal door wethouders de handtekening is gezet. Het zijn collegebesluiten, dus het heeft ook echt een draagvlak. Hè, want een van de problemen van open data is, hoe krijgen we zaken ontsloten? Hè? Dan moet je ook steun van de hoogste laag en de organisatie hebben. En dat hebben we hier nog niet 100% mee afgedekt, maar in ieder geval wel de ingang en de opening. En daar wordt ook bestuurlijk aangetrokken. Wat we dan doen op het gebied van open data, voor het komend jaar willen wij de volgende doelen bereiken. We willen in 2013 bereiken dat alle 32 steden actief zijn met het gebied van open data. Sommige steden zijn het natuurlijk wel, maar andere ook nog niet. Dus die nemen we mee, die proberen we een begin te laten maken met het ontsluiten van open data. En dat de meerderheid van deze data uiteraard ook ontsluit op dataoverheid.nl. Ik werk heel nauw samen met Open Data Next, met Paul Suikerbuik en Hajo Schreier. Want het heeft natuurlijk geen zin dat we als steden allemaal weer apart data gaan ontsluiten. We moeten dat ook landelijk ontsluiten, want dat zie je ook. Als je wil ondernemen met data, dan is ook landelijke dekking erg essentieel. Dat zag je ook bij die OS City. Dat is eigenlijk het ideaal om dat te bereiken. Je ziet ook in heel veel steden dat er toepassingen worden ontwikkeld op stadsniveau. Maar ons doel is om dat op te schalen. Om die kennis uit te wisselen, die ervaring uit te wisselen en dan te kijken hoe we dat kunnen opschalen. En daar hebben we het onderwijs voor nodig, daar hebben we het bedrijfsleven voor nodig, maar natuurlijk ook al onze gemeentes. En om dat te bevorderen gaan we dit jaar een onderzoek doen naar het inventariseren van goede voorbeelden. Daar kom ik dadelijk op terug. Omdat het veld zo breed is, hebben we een focus afgesproken. Een focus die gebaseerd is op de jarenlange ervaring samen met dataoverheid.nl. Om een goede balans te vinden tussen het doel van data ontsluiten, maar ook meteen richten op oplossingen. En dan hebben we 3 focussen. We willen aan de ICT doorbraakprojecten bijdragen. Daar kom ik straks verder iets in mijn presentatie op terug.
We willen aansluiten bij de maatschappelijke problematiek in achterstandswijken. En daar kijken of we daar oplossingen voor kunnen en data voor kunnen ontsluiten. En de derde, die is van de meest recente, is dat we data willen ontsluiten die een bijdrage levert aan de doelmatigheid van de gemeente en de dienstverlening. Omdat we steeds meer zien dat in de gemeentes natuurlijk de broekriem steeds verder moet worden aangehaald. En dat gemeentes in toenemende mate ook gemotiveerd kunnen worden om te werken met open data. Als dat ook voor de gemeente zelf kwaliteit of doelmatigheid oplevert. Dus dit is de focus waar we mee beginnen. Vanuit die oplossingen gaan we data ontsluiten en gaan we proberen op te schalen en kennis uit te wisselen. Een andere belangrijke activiteit die we dit jaar gaan doen, is dat om te bevorderen dat die kennis wordt uitgewisseld op van voorbeelden gaan we in een drietrapsraket alle goede voorbeelden in Nederland proberen te inventariseren. Nou, niet alles, vooral op die focus die ik net genoemd heb. Hè. En we doen dat eerst heel algemeen, hè. Een algemene inventarisatie van alle bekende voorbeelden, hè, die in De Waag, in verschillende steden ontwikkeld zijn. Die beschrijven we globaal, hè, zodat iedereen die samenhangend daar kennis van kan nemen. En dan gaan we vervolgens goede voorbeelden, die ook daadwerkelijk bewezen hebben om goede voorbeelden te zijn, op het gebied van de focus die ik net aangaf, maatschappelijke achterstand, dienstverlening, doelmatigheid. Die gaan we verder uitwerken in een zodanige manier dat je ook kunt zien welke data die je daarvoor nodig hebt, wat het doel is, wie het heeft gemaakt en waar je terecht kunt voor nadere informatie. En de derde stap, dat we nog een stukje dieper gaan in de beschrijving van de goede voorbeeld, een casebeschrijving maken, ook in de vorm van een soort recept van ik wil aan de gang, hoe moet ik het doen? Heel concreet beschrijving van de datasets, welke problemen zijn we aangelopen, wat waren de succesfactoren en dat het ook kan helpen bij als je binnen een stad dat wil gaan ontwikkelen. Dat gaan we dit jaar doen, dat hebben we na de zomer af. En dan publiceren we dat ook op verschillende kanalen. Uiteraard op dataoverheid.nl en ook op de website van de Digitale Stedenagenda. Die zal ik dadelijk ook laten zien. En wat ik u zou willen vragen is... Wij zijn erg op zoek naar goede voorbeelden op deze terreinen. Dus op achterstand en doelmatigheid van overheid en dienstverlening. Ik zal er daar zelf één of twee noemen die ik toevallig ken. Maar ik pretendeer absoluut niet om alles te weten wat er in Nederland gebeurt. Maar dat willen we wel graag in kaart gaan brengen. En dan kunt u dus melden bij de trainee die hiervoor is aangetrokken. Hij is op dit moment helaas niet in de zaal, want hij was echt verhinderd. Maar op dit adres kun je voorbeelden aandragen en melden. Als je zegt, nou, ik wil dat in ieder geval meegenomen wordt in die inventarisatie die wij gaan doen. Ik zie mensen schrijven, dus ik wacht even. Timmy heet hij en dan digitalestedenagenda.nl. Nou, dan... Het is eerder op deze dag ook al in de orde geweest. He, open data ontsluiten, SEC is best, dat is soms de vraag, waar leidt dat toe? He? Het aardige van de Digitale Stedenagenda is dat wij ook de data verbinden aan participatie. En we zijn ook van mening dat open data een goed hulpmiddel zijn voor participatie. Er zijn in Nederland best wel voorbeelden dat gebeurt bij beleidsprocessen. Daar wou ik het even bij laten. Maar ik wou vooral ook kijken waar kan open data ook bijdrage leveren aan de uitvoering van overheidstaken. Want daar zit vooral ook die doelmatigheidsvoordeel en dat dienstverleningsvoordeel. Maar voordat ik dat ga doen, ik heb daar een paar voorbeelden van, wou ik u eerst iets anders laten zien. Dat is een onderzoek van de provinciaal opbouworgaan in Noord-Brabant. En die hebben onderzocht en aan burgers gevraagd er is een grote storm geweest in de wijk. Alle bomen zijn omgevallen. Nou, toevallig is dat bijvoorbeeld in Vught gebeurd vorig jaar. Maar er is aan de burgers gevraagd, dat gebeurt. De wegen zijn geblokkeerd, de straat en de weg is geblokkeerd. Er liggen allemaal takken op straat. En hoe gaan we daarmee om? Nou, dan antwoordt een klein deel van de mensen wacht af. Maar vooral de twee onderste kolommen zijn interessant. 53% van de burgers die zegt, wij willen het graag samen met elkaar... En als je diezelfde vraag aan de gemeenteambtenaar stelt, dan zegt 14% van de gemeenteraad, ik verwacht dat die burgers dat zelf gaan doen. De spiegelvraag is, vragen aan de burgers
welke burgers bellen de gemeente van die takken moeten opgeruimd worden. Dan zegt 26% die takken, ik bel de gemeente om takken op te ruimen. En de ambtenaar die denkt dat de helft van de buurt opbelt, die takken moeten opgeruimd worden. Nou, waarom is dit zo'n mooi voorbeeld? Het brengt eigenlijk heel mooi het verschil in perspectief in beeld van het beeld wat burgers hebben ten opzichte van de overheid en het beeld wat de overheid heeft ten opzichte van de burgers. Ambtenaren denken vaak, de burger verwacht dat wij dat moeten doen, of dan bedoelt hij eigenlijk dat die ambtenaar, ik vind dat ik dat zelf veel beter kan en ik moet dat maar doen. En die burger denkt, wij willen best wel een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze buurt, want daar was het onderzoek van Ponnok op gericht. Mensen willen dat best heel graag. En je ziet dat er dus een groot perspectief is in verschil, dat in wat de overheid vaak op uitvoeringsniveau denkt te kunnen overlaten aan burgers en wat burgers ook zouden willen. En misschien, ik heb dit als voorbeeld genoemd omdat het ook illustratief is als het gaat om participatie, maar volgens mij ligt hier ook een diepere laag onder waarom het ook een weerbarstige problematiek is om vaak data te ontsluiten bij gemeentes. Want dan kom je toch bij alle ambtenaren terecht in de gemeente op alle lage niveaus. Het zijn hun data, tussen aanhalingstekens. Hè. En daar hebben ze een bepaalde professionele opvatting over. Hè. Moet ik dat ontsluiten of niet? En misschien ligt daar zo'n opvatting als hier ook wel onder van, we kunnen het eigenlijk veel beter aan mezelf uitvoeren en we kunnen niet dingen overlaten. Hè. Of dat nou terecht is of niet, hè. Maar dat zijn de discussies die je bij ontsluiten van data tegenkomt. En ik vond het ook heel mooi wel spiegeld in dit onderzoek als het gaat om zo'n concrete activiteit. Oké, wat zijn dan toch voorbeelden van doelmatigheid die ik zou willen noemen? Hier in Eindhoven is een mooi voorbeeld, daar kan Ad meer over vertellen als er daar vragen over zijn. Dat is meldpunt openbare ruimte. Hè? Nou, meldpunt openbare ruimte kent iedere gemeente wel. Hè? Maar het gaat erom dat hier in Eindhoven het zo georganiseerd is dat ook burgers en ambtenaren veel actiever en met foto's dingen aandragen van de stoeptegel ligt leeg, of dit moet er gebeuren in de wijk, of dit moet er gebeuren. Hè? En dat dan in het proces, maar vooral ook in het proces wat daarachter zit van het meldpunt, het hok snel kan worden afgehandeld in 1 of 2 dagen en het ook snel kan worden terugbericht aan de burger dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. En dat is ook een voorbeeld van data aandragen, meldingen aandragen, waar ook de kwaliteit van de gegevens in de openbare ruimte toenemen. De volgende voorbeeld is in Tilburg, waar ik vandaan kom. Daar hebben we de pilot WOS. En dat is een heel aardig voorbeeld, omdat het voor mij bekend de enige voorbeeld in Nederland is waar de burger zelf wordt betrokken bij de waardering van de woning. Wij hebben daar projecten over gestart, eerst in een deel van de stad. En we gaan het volgend jaar voor alle burgers in Tilburg openstellen bij de WOS in 2014. Wij hadden zelf als gemeente 3-4 doelstellingen mee. De dienstverlening verbeteren, bezwaren verminderen, het proces optimaliseren en de gegevenskwaliteit verbeteren. Nou, dat is ik laat eerst even zien wat de burger te zien krijgt. Ik heb geen live presentatie, maar ik wil, omdat ik daar niet de tijd voor heb om het helemaal te laten zien nu. Maar wat de burger ziet, die komt dus op een website. Dan kan hij zelf referentiepanden, dat is linksboven. Je kan zelf referentiepanden selecteren in de wijk. De burger kan zelf de parameters van de gegevens die leiden tot de WOS-aanslag, kan hij manipuleren. Als je zegt van ik heb zoveel vierkante meter in de woning, dan kan je dat veranderen. Als je zegt van dat klopt niet. En dan ziet hij ook meteen de gevolgen wat het heeft voor de hoogte van de aanslag. En ik kan ook zeggen, nou, die gegevens kloppen niet, want ik heb een aanbouw of ik heb geen aanbouw of dit, het klopt niet. En daardoor kan ook onmiddellijk gezien worden wat voor gevolgen heeft dat voor de aanslag en wat betekent dat voor mijn betaling. Als we dan kijken naar de resultaten van die pilot, dan hebben we eigenlijk op alle fronten resultaten geboekt. De burger is tevredener, blijkt, want hij ziet gewoon hoe de WOS-aanslag tot stand komt en kan het ook zelf vergelijken. Voor ons als gemeente neemt het de kwaliteit van de data toe, want burgers dragen zelf data aan die niet kloppen. We gaan die natuurlijk niet klakkeloos veranderen, we controleren natuurlijk wel, maar we krijgen natuurlijk wel gericht signalen waar de gegevenskwaliteit niet klopt. We hebben ook minder bezwaren. Dat was vorig jaar, nu dit jaar ligt het natuurlijk wel anders omdat er een hele actie is van de Vereniging Eigen Huis, maar dat heeft een hele andere oorzaak. Maar in principe krijgen we minder bezwaren die echt gebaseerd zijn op de waardering die wij zelf goed hebben verricht. En het proces is ook doelmatiger geworden, het kost gewoon ons minder geld om het hele aanslagproces te doen. Dus het is voor ons een heel geslaagde pilot, waardoor we ook besloten hebben om dit volledig open te stellen voor de hele stad volgend jaar. Um,
Wat we gaan doen, we willen dus proberen zoveel mogelijk goede voorbeelden, zoals ik net zei, te inventariseren en op te schalen. Een project waar we specifiek mee bezig zijn, het kwam net toevallig ook in een andere lezing aan de orde, zijn parkeren. Ik vind het, als ik gewoon als onbevangen burger ernaar kijk, dan denk ik, waarom is er nog geen product op de markt waar ik kan zien waar ik in de stad ergens kan parkeren, wat de online informatie is of een parkeergarage vrij is. Per garage zijn die data vaak veranderd, of per stad. Maar die toepassing is er niet. Voor zover mij bekend zijn er twee steden in Nederland die dat nu hebben, Maastricht en Amsterdam. Ja, heel veel andere steden hebben het ook, maar in een gesloten systeem. Hè? Maar echt met een open systeem, device onafhankelijk. Nou, we zijn op dit moment landelijke gesprekken bezig om te kijken of we zoiets zouden kunnen leveren. Want dat is zowel voor het milieugoed, maar ook voor het gemak van de burger. En voor de aantrekkelijkheid van de binnensteden in Nederland. En het idee is zoveel aan de hand liggend. En we hebben vaak in gemeentes onderzoek gedaan, wat is de meest belangrijke informatie die als burger wil hebben van de gemeente? Dan is parkeren. En daarna de afvalwijzer. En de angel van dit verhaal zit hem in het ontsluiten van de data. Hoe kun je de data ontsluiten? Hoe kun je hem ontsluiten voor die steden dan in Nederland? Hè? En hoe kun je die met elkaar combineren? En welke organisatie daarvoor heb je nodig? Welke kwaliteitscriteria? En het hele gedoe erachter. Nou, dat gaan we dit jaar ook onderzoeken. Dan gaan we kijken of we daar een goede... We gaan er geen overheidsgeld in steken, maar we gaan wel kijken of we vanuit onze verantwoordelijkheid als gemeente data kunnen aanleveren. En dat dan kijken of we met een alliantie met marktpartijen kunnen kijken of daar een goede oplossing uit kan komen. Dus mijn vraag aan u is of u daar suggesties voor heeft, of u daar al voorbeelden van kent die we zouden kunnen gebruiken. En dan willen we dat ook heel graag betrekken bij die opschaling. Nou, de nadere informatie van wat ik u allemaal vertel kunt u vinden u kunt bij mij informatie vinden, u kunt bij de trainee informatie vinden, dus wat ik net schaf, maar op de websites kunt u terecht op www.digitalestedenagenda. En er is een werkplaats waar ook allerlei werkdocumenten staan op dshplayo.nl en uiteraard op dataoverheid.nl, daar hebben we een speciale handreiking staat daar. En daaronder staat ook allerlei tips voor gemeentes en ook allerlei praktische wenken hoe je daar verder mee aan de slag kunt gaan. Nou, dat was het wat ik wilde vertellen. Ik weet niet of u vragen aan mij heeft. Ja, we hebben ruimte voor een paar vragen. Meneer daar. Ja, mij schieten een heleboel vragen te binnen hoor. Ja. Maar ik zal het beperken. Ik ben projectleider van een groot Europees project wat zich bezighoudt met het naadloos vervoeren van mensen van A naar B. En dat gaat dus ook nadrukkelijk over de grenzen heen. Ja. Wat me een beetje stoort in het verhaal is dat het zo eng nationaal elke keer wordt ingestoken. Want een van de dingen die wij in dat project zien, is dat alles bij de grens ophoudt. En daar hebben we met name in Eindhoven heel veel last van. Ik denk Tilburg ook. Alles wat in de buurt van de grens ligt, heeft last daarvan, omdat onze ruimte waarin wij ons bewegen niet ophoudt bij de grens, maar zich juist daaroverheen uitstrekt. Ja. Ja, waarom is dat? Is dat niet aan? Ja, sorry. Nee, ja, ik ben het er heel mee eens. Als ideaal omschrijf ik dat onmiddellijk. Maar waarom doen we het niet? Omdat de angel zit in het ontsluiten van de data. En daar kom je toch in de gekrochten van iedere gemeente en iedere overheidsinstantie uit om dat te bereiken. En qua oplossing en een oplossing maken of een app maken, weet ik van wat, of, dat ook Europees benaderen, ja, daar ga ik onmiddellijk met u mee. Maar daar zit de valkuil niet. De valkuil zit hem in het ontsluiten van de data. En dan moet je toch bijna met iedere partij die er is, de particuliere partijen in Nederland die de parkeerdata hebben en de gemeentes die parkeerdata, moet je aan de slag en moet je dat ontsluiten. En daar zit de angel. En die angel kun je alleen maar van onderaf aan oplossen. Ja, maar als je nou bijvoorbeeld naar Gent gaat, daar moet je toch ook bij de overheid zijn? Ja, maar dat kan ik niet. Nee, maar wat is het probleem dan? Het probleem is dat zo makkelijk gezegd is dat we de data moeten ontsluiten. En ik probeer de moeilijke kant te pakken, dat we dat echt gaan proberen. En als dat binnen die steden die ik noem, die bij ons aangesloten zijn, al lukt, dan ben ik heel blij.
Het is, ja, misschien kan ik nog iets over zeggen hoor, vanuit het perspectief van data.overheid.nl. Het is zeker ook wel een aandachtspunt, alleen op het moment is het al zo lastig om überhaupt gewoon bij gemeentes, dus bij de eigen organisatie data open te krijgen. En dat het nu al opschalen naar een Europees niveau, maakt de complexiteit alleen maar groter. Het is wel zo dat er ook vanuit de Europese Commissie zelf het initiatief is genomen om een portaal, een Europees dataportaal neer te zetten, waarin in ieder geval de vindbaarheid van de datacollecties ook over de landgrenzen heen gaat. En ook daar zal alle data die dus wij beschikbaar hebben in Nederland ook mee gesynchroniseerd gaan worden. Maar heb je daarmee de vindbaarheid heb je wel geregeld, maar daarmee heb je nog niet het onderling aansluiten van de datasets geregeld. Dat is nog echt weer een stap verder die ook weer heel veel tijd en energie zal kosten. En nu ligt echt de focus even op, inderdaad, laten we überhaupt eerst de eigen data openbaar zien te krijgen als eerste stap. Begrijp ik dan goed dat je met eigen data bedoelt Nederlandse data? Dan bedoel ik even de Nederlandse data. Ja, ja, ja. Eigen data eerst. Oké, dit lijkt een bijzondere uitspraak om mee te stoppen. Maar onderschat dat niet, we praten daar veel te makkelijk over. Dat is een helve job. Ja. Nee, maar als dat lukt, dan komen we bij elkaar terug. Nou, ik denk dat het een goed punt is waarop dat u zeker met Paul Suikerbeck nog even een keer gaat overleggen. Hoe dat misschien nog beter kan en over de grenzen heen. We zitten aan onze eindtijd van deze sessie. Een applaus voor Rob Bots. Dankjewel. Dankjewel. Het is geen onbescheidenheid, maar ik moet helaas weg. Het was eigenlijk voor de pauze gepland en ik moet nu echt vertrekken. Bedankt. Het is je vergeven. Dan gaan we nu door naar Ad Steenbakkers van de gemeente Eindhoven en Hein Korstens van Korstens Informatiearchitectuur. Ik heb begrepen dat jullie het om beurt te gaan doen. Eerst Ad en daarna Hein neemt je dan weer over. Dus de floor is yours. Dankjewel. We hebben het, als het over open data gaat, wel eens over cultuur, maatschappelijke innovatie, meer van dat soort zaken. Maar in de harde sector, waarin de gemeente ontwikkelt en bouwt, er zijn ook stappen gemaakt. De stad is op elk kaartje te vinden in 2D. En daar kun je niet zo bar veel mee. Als je inderdaad aan een stukje planologie en bouwen denkt. Er zijn heel veel ontwikkelingen waarbij het niet vanuit de overheid is die de behoefte heeft om het in 3D te hebben vaak, maar vanuit andere partijen, ontwikkelaars, projectontwikkelaars, die zeggen van we hebben die stad in 3D nodig. En stel je bouwt een groot gebouw in de stad, dan heb je al heel veel modellen waarin een 3D model eigenlijk alleen maar duidelijkheid biedt over bijvoorbeeld schaduwen die in die stad vallen, waar mensen dan eventueel last van krijgen als het gebouw daar staat. Als we naar een stad kijken en we zien het kaartje, dan zien we niet dit. Maar dit is de echte stad. En dit zijn ook de steden waar het op het moment in feite allemaal gebeurt. We bouwen geen steden meer, net zoals we toen straks in Seoul gezien hebben. Maar wij zijn ze aan het herinrichten op heel veel plekken. Op het moment dat je een stad herinricht, dan heb je te maken met partijen die je daarin wil gaan betrekken. Want als overheid ga je het niet allemaal betalen. Die gebouwen die zet je niet zelf neer. Maar de mensen die in die stad iets willen gaan neerzetten en die zeggen ik wil daar dat gebouw afbreken en een nieuw neerzetten, die zeggen oké, dan willen we het ook wel laten zien hoe het er gaat uitzien. Nou, met alle technieken kan dat tegenwoordig in 3D. En daar hebben ze een standaard de afgelopen jaren voor afgesproken. CityGML. Het idee komt vanuit Duitsland. En er worden standaarden afgesproken hoe je die stad, als je data hebt, in 3D kunt gaan verbeelden. Nou, je kunt een gebouw als een blokkendoos zien, maar je kunt een gebouw in zo'n openbare ruimte als vanuit een architect ook zien als een echt gebouw waar je binnen gaat lopen in 3D. Nou, dat ligt nog heel ver uit elkaar. Nou, daar zijn wel standaarden over afgesproken. Dat onderste gedeelte zie je een stukje facility management, openbare ruimtebeheer. En architectuur, dat is allemaal keihard. En als die werelden de data die zij nodig hebben en die ze produceren, zo met elkaar afstemmen dat het plaatje wat we net zagen van die stad ook gereproduceerd kan worden als een soort SimCity, dan kun je in die stad ontwikkelingen ook beter begeleiden en beter uitleggen aan burgers. Wat daarboven zit,
profiteert er dan van? Linksboven zie je disaster management. Je kunt rampen gaan simuleren en daarop gaan acteren. Als die data die eronder ligt maar goed is. Aanrijroutes bijvoorbeeld. Je kunt, rechtsboven zie je dat, hitteplekken in de stad zien. Op basis van data die je met sensoren genereert in die stad. Maar het krijgt betekenis als je het in die stad ook fatsoenlijk kunt verbeelden. Nou, harde partijen als openbare ruimtebeheren, maar ook architecten, projectontwikkelaars, zijn al jaren bezig om met elkaar afspraken te maken hoe ze die data met elkaar kunnen gaan uitwisselen. Want als de gemeente de data 4-5 jaar geleden open had gesteld, kon niemand er iets mee. De semantiek van onze data die past helemaal niet bij de semantiek van architecten. En andersom. Nou, daar wordt heel hard aan gewerkt. En dat maakt dat we een paar stappen hebben gemaakt de afgelopen jaar zo'n beetje binnen onze gemeente. En we hebben een vakcollege Eindhoven, wat dus voor een stuk getransformeerd wordt en opnieuw gebouwd. En wat we hier zien, is een plaatje waarbij de architect in Autodesk, het klinkt even heel technisch, een CAD-programma, in Autodesk een 3D-gebouw neer heeft gezet, getekend. En vroeger konden wij daar niets mee. Nu kunnen wij het ontvangen en vertalen en plotten op onze maaiveldhoogtes. Dus we zien of dat gebouw er ook echt in past. Dan betekent het dat we naar elkaar open kunnen zijn over de data, terwijl we wel afspraken moeten maken over de standaardisatie en de structuur van die data, want anders begrijpen we elkaar niet. Het lukt nu, dus een van de eerste keer dat het echt gelukt is, om zo'n gebouw in 3D ook op die maaiveldhoogtes te plaatsen. Of, zoals we hier zien, in Eindhoven hebben wij het hele rioleringsstelsel inmiddels in 3D, op basis van standaarden, beschikbaar. Dat is gewoon een laag. Als we die laag met die maaiveldhoogtes en dat nieuwe gebouw daar neerzetten, dan zien we bijvoorbeeld rechts midden ongeveer dat er een rioolput midden in het gebouw komt. Natuurlijk zien tekenaars dat in 2D ook allemaal. Maar als je ook kijkt naar auto-industrie, als die met 3D werken en daar naar clash detection zoeken, dus waar gaat het fout als we die auto bouwen, een hele productiestraat. Op deze manier maken we het in 3D ook heel inzichtelijk om mensen uit te leggen waarom dat wij het rioleringsstelsel moeten aanpassen. Het zit toch allemaal onder de grond? Ja, maar nou zie je het. We hebben ook een ongelijkvloerse kruising helemaal in 3D ontwikkeld, waarbij mensen, als ze die nieuwe kruising zien en dan met allerlei camerahoeken doorheen kunnen gaan, ook zien waarom hun huis moet gaan verdwijnen. Want als je het daar laat staan, woon je niet prettig. Nou, dat maakt het wat makkelijker. Volgend plaatje. Je kunt de stad laten aanvliegen met puntenwolken. En zo'n puntenwolk, die kun je op deze manier verbeelden. Die kun je heel dicht maken, die puntjes, of minder dicht. Nou, dat is allemaal prima. En als je dat vertaalt, dan is er gewoon heel veel data die door software op deze manier verbeeld kan worden. En als je dan in het midden kijkt, zie je dat gebouw van die architect, dat even technisch een IFC-model, wat erin geplot kan worden. En tegelijkertijd, op deze teken maar minder, is ook de riolering nog zichtbaar. Dus je kunt de toekomstige situatie tekenen in 3D, maar ook de huidige met elkaar gaan verbinden. Kijk, zo gaat het er straks uitzien. Wat er omheen staat verandert niet, die school die verandert. Nou, daar proberen wij aan te sluiten als overheid op een vraag die binnen de hele bouwwereld al veel langer leeft. Hoe kunnen wij data met elkaar uitwisselen? En wij willen die data al lang beschikbaar stellen, maar ze hebben er niks aan. Hoe kunnen wij dat doen? Nou, in de bouwwereld hebben ze een BIM-model. Building Information Modeling of wat dan ook. Er zijn verschillende definities voor dat begrip. In feite is het een samenwerkingsmodel. Daar maken ze al afspraken met architecten, aannemers, loodgieters, elektriciëns. Hoe dat zij in één cloud, zeg maar, data met elkaar uitwisselen. Die elektricien die tekent niet meer op zijn eigen bureautje, maar die tekening die hij tekent, stopt hij in dat grote model. En die architect gaat ervan uit dat dat klopt.
Als nou die omgeving van de gemeente, die openbare ruimte en die ondergrond daaraan toegevoegd kan worden, dan kun je het gebied ontwikkelen. Vandaar ook dat we de term gebiedsmodel daarbij bedacht hebben. Nou, hoe ziet zo'n samenwerking er vaak uit? We verbinden werelden, en tot op heden is daar vanuit deze wereld en open data nog niet zo vaak aandacht aan besteed. In het midden zie je een BIM-model. En wat ze in de bouwwereld en bij architecten vaak hanteren. En daaromheen zie je heel veel partijen. En die data met elkaar uitwisselen, die pijltjes gaan op en neer. Alleen bij al die partijen hoort de gemeente nog niet, of de overheid, of Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wel, want die is al met een variant daarop wat langer bezig, landelijk. Dat noemen ze system engineering daar, maar het principe is gelijk van samenwerken. En overheden, die zouden daar één van die partijen kunnen worden, als het gaat over data over openbare ruimte en ondergrond. En natuurlijk daarboven ook die gebouwen, maar die komen ook binnenkort allemaal in 3D beschikbaar. En die overheden die kunnen met die open data heel veel partijen goedkoper laten ontwikkelen en goedkoper laten bouwen. Dus daar ligt wel een business case onder. Nou, wat is in ieder geval heel erg duidelijk geworden? Als overheden in zo'n samenwerkingsverband gaan zitten, en dat hebben we ook zo onderzocht, en daar zal Hein dadelijk nog even over vertellen ook, moeten overheden processen veranderen. Nu moeten dat soort partijen in een proces van bouwen misschien wel op 13 plekken data gaan halen. En dan lukt dat niet in elke gemeente even gemakkelijk. Eigenlijk wil je, als je gaat ontwikkelen, al die data die je ergens in dat proces nodig hebt, aan de voorkant in één keer beschikbaar krijgen. Dan kun je daar rekening mee houden en kun je gaan ontwikkelen. Dus overheden zullen die processen die in dit verband met uitwisselen van data te maken hebben, moeten gaan aanpassen. En alle data aan de voorkant beschikbaar gaan stellen. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor een vergunningstraject. Nu hebben we nog ergens halverwege in het proces een politieagent zitten die zegt, ho, dat kan niet. Maar als je alle regels die je gebruikt om het te beoordelen aan de voorkant neer gaat leggen, dan gaat een architect daar rekening mee houden. En dan heb je geen politieagent meer nodig, maar hooguit nog een slagbompje. En die zegt, ja, het gaat dicht als ik merk dat het niet helemaal klopt. Maar het staat eigenlijk al open. Zijn hier vragen over voor dit stukje? Nee? Dan gaan we nu over naar Hein. Waar moet ik op klikken? Gewoon. Juist. Oké, Ad en ik hebben de laatste maanden gewerkt aan een project waarin we proberen zo'n BIM, bouwwerk informatiemodel, om dat in te passen in de informatieomgeving van de gemeente. We hebben daar doorgewerkt aan het proberen eigenlijk de manier van werken van zo'n BIM, waar alle disciplines samenwerken aan één gebouw, om dat ook op gebiedsniveau door te trekken. En op die manier heb je meteen een doelmatige manier om de informatieuitwisseling tot stand te brengen. Ik probeer nu ook om dat in relatie te brengen met open data. En zie dan zo'n gebiedsmodel eigenlijk als een kapstok voor open data. Want open data, dat klinkt mooi, maar als iedereen als data beschikbaar stelt, dan krijg je toch, zowel, dat is vanmorgen ook duidelijk geworden, ongestructureerde als gestructureerde data. Maar ik heb het donkerbruine vermoeden dat ongestructureerde data de overhand hebben. En die wil je dan toch wel op een of andere manier ordenen. Bijvoorbeeld zo'n hoop kleren, daar wil je een kapstok voor. Om die data netjes te ordenen en ze op die manier te kunnen gebruiken. Eigenlijk wil je nog verder, want je wil ook dat die kleren op een goede manier gebruikt worden, dat ze passen op objecten, subjecten waar zij voor nodig zijn. Uiteindelijk in de concrete praktijk. Wel nu, Ad heeft straks aangegeven een stedelijke ontwikkeling, stedelijk beheer,
Daar heb je allerlei functies voor nodig om dat, in dat verband. En die functies die brengen een informatiebehoefte met zich mee. Die informatiebehoefte is ontzettend breed en betreft heel veel onderwerpen die ik hier heb neergezet. En van die onderwerpen wil je ook heel veel weten. Zowel allerlei eigenschappen, gedrag enzovoorts. Daarnaast is die informatiebehoefte met betrekking tot die onderwerpen vaak heel erg verschillend qua nauwkeurigheid, actualiteit en consistentie. Dus we hebben vanmorgen bijvoorbeeld een verhaal gezien over OS City, waarin allerlei bestanden met elkaar in verband gebracht worden. Maar niet is duidelijk of die wel echt gekoppeld kunnen worden, omdat er verschillende, die zaken zijn met verschillende doelstellingen verzameld en voldoen aan verschillende eisen. En die eisen, vooral als je een gebied gaat ontwikkelen, die zijn ook vaak van tevoren niet helemaal duidelijk en die zijn veranderlijk. Bijvoorbeeld bij vakcollege Eindhoven kwam op een gegeven moment de vraag naar voren: moet de sportvoorziening die daar is ook voor de buurt beschikbaar zijn? Dat betekent dat je weer nieuwe dingen moet gaan onderzoeken. De vraag is dus, hoe breng je die behoefte, of de vraag en aanbod, beter bij elkaar? Eerst plaats gegevensstandaardisatie. Ad heeft net al genoemd een standaard City GML. Nou, dat is één standaard van de tientallen standaarden die op dat gebied een rol spelen. IFC heeft hij ook genoemd. Maar goed, zo zijn er nog veel meer te noemen. Basisregistraties. De overheid heeft een dertiental registraties benoemd tot basisregistraties, waar een aantal kerngegevens vast liggen. Bijvoorbeeld de GBA, bij iedereen wel bekend. Maar zo heb je ook een registratie voor gebouwen, adressen, grootschalige topografie, WOS, noem maar op. Die registraties die bieden een basis om een structuur te geven aan de data die je gebruikt. Portals, nou, OS City was zo'n voorbeeld. Hoe heet het? Overheid.nl of portal overheid.nl, maar je hebt ook een landelijk georegister, PDOK en ook een aantal portals uit de particuliere hoek en marktplaatsen. Zijn natuurlijk het bij uitstek een middel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En applicatieontwikkeling of ontwikkeling van apps op basis van open data, even terzijde, volgens mij is dat een relatief begrip. Je hebt meer of minder open data. Ik denk niet dat je absoluut kunt zeggen van je hebt open data en gesloten data. Maar er zal steeds meer een grote variëteit aan openheid ontstaan van allerlei data. Een manier om door te structureren is linked open data. Daar wordt in een andere sessie aandacht aan besteed. Dus een manier om data uit allerlei hoeken te structureren. Met een specifieke syntax en manieren om gegevens te koppelen. Nou, op basis, als we het nu hebben over zo'n gebiedsontwikkeling, dan zou zo'n gebiedsmodel een basis kunnen zijn om die data verder te ordenen. Een gebiedsmodel, nou, even een formele definitie, een elektronisch model waarin de relevante informatie, dus niet per se alle informatie, van en voor betrokken partijen en disciplines over het ontwikkelen en of te beheren gebied. Het kan een campus zijn, een wijk, een oefenterrein enzovoorts. Eenduidig, eenmalig, objectgericht en integraal is opgeslagen. Nou, die termen dat zal ik niet gezien de tijd al te veel toelichten. Maar het gaat erom dat die gegevens als het ware in een nette database opgeslagen liggen. Maar die kan ook gedistribueerd of virtueel zijn. Dus hier zie je allerlei databronnen, die breng je samen, orden je, structureer je en je hebt netjes je gegevens over het gebied bij elkaar voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld een bezonningsstudie. Je kunt op ieder moment van het jaar in zo'n model kijken waar je wel of niet in de schaduw kan zitten. Uiteindelijk wil je toe naar één model wat je tijdens de hele levenscyclus van zo'n gebied onderhoudt. Zodat je dus continu maatregelen kan treffen, simuleren, toepassen en vervolgens weer monitoren. Hé, hij werkt niet.
Nou, hier zat de animatie in. Zo zie je al, als je niet echt standaardiseert, wat voor gevolgen dat heeft. Maar hierachter zit heel duidelijk de structuur. Je hebt een gebied, dat valt uiteen in gebouwen, wegen, terreinen enzovoorts. En die gebouwen weer in ruimtes, installaties, bouwdelen. De wegen in wegvakken, wegstroken, wegmeubilair, noem maar op. Dat geheel kan je zien, als je dat netjes structureert, als een kapstok. En vervolgens kan je daar de modellen, de CAD-modellen, de BIM-modellen, de installatiemodellen en ook voor het gebied, GIS-modellen, als het ware aanhangen. Dat is dus het idee. Dus dat je dan, zeg maar, links heb je een nette structuur en rechts zie je de invulling. En zo is het dus, zo denk ik, van zou je dus met die open data om moeten gaan. Je hebt heel veel open data, die zijn, ja, komen uit allerlei richtingen, zijn ongestructureerd veelal. Je kunt erin verzuipen natuurlijk, maar je zult het moeten structureren. Dit is een plaatje van wat ik net noemde, link open data. Dus een manier om data op het internet te structureren. En uiteindelijk zou je via zo'n gebiedsmodel kunnen komen tot een structuur waarin je je ontwerpen en je bestaande situatie netjes kan inpassen, zodanig dat het ook nog een relatie heeft met de realiteit. Nou, een aantal lessen. Met zo'n gebiedsmodel heb je een kapstok om open data, ook big data, ten behoeve van integrale gebiedsontwikkeling en beheer te structureren. Die data, dat wil ik wel benadrukken, zonder metadata, dus zonder dat je beschrijft wat die data zijn, wat de status is, wat de bron is, dat zijn eigenlijk geen data. Dus een bibliotheek zonder catalogus is ook geen bibliotheek. Dus vraag aan de gemeente en andere instanties, lever die metadata dan ook. Structureer de informatie voorzien verder, dat heeft Ad straks aangegeven. Het blijkt in de praktijk dat architecten, bouwers enzovoorts toch nog heel erg moeilijk vaak aan informatie kunnen komen. En daarvoor zul je ze beschikbaar moeten stellen als open data, maar we denken dat er toch ook nog een heleboel gestructureerd moet worden. En ga er gewoon mee beginnen, want Plato zei dat ook al. Dankjewel. Zijn er nog vragen? Heel even kort de tijd. Vrouwtje? Ja, ik ben natuurlijk architect, dus ik weet helemaal hoe dat werkt met die BIM-modellen. Maar zo'n BIM-model wordt deels gemaakt om met alle partijen samen te kunnen zien dat de installateur geen leiding door een stalen balk doet. Dus dit is ter controle dat er niet één partij, want vroeger deed de architect dat, niet één partij dat doet, maar dat in feite iedereen daar controle op uitoefent. Maar je kan ook de modellen genereren zelf ook data. Want je kan de bouwkosten eruit halen, oppervlaktes. Je kan ook, doordat je één model hebt, hoef je maar één model te tekenen, niet meer apart een plattegrond en apart een doorsnede. Dus er zit een soort data in het model. Dus ik vroeg me een beetje af wat het doel van jullie is. Is het alleen het structureren of is het ook de bedoeling dat het uiteindelijk data gaat genereren? Ja, sorry, Hein, dat ik even. Van de gemeente is het in ieder geval de bedoeling dat we samen die projectkosten goed in beeld gaan krijgen. En vaak is niet alleen het gebouw, maar ook alles wat er omheen zit, de omgeving, et cetera. En de ondergrond. Steeds meer als je duurzaam gaat bouwen. Dus vandaar dat je gaat zeggen, oké, in zijn totaliteit wil je de projectkosten heel nadrukkelijk goed in beeld hebben en voorspelbaar hebben. We hebben gisteren nog in de krant kunnen lezen, Eindhoven een aantal projecten niet kan laten doorgaan. Omdat er te weinig geld is. Maar dat bij te weinig geld, er zitten ook risico's ingebouwd in projecten die uit kunnen lopen. Dus hoe kleiner de risico's, hoe meer je kunt verwezenlijken. Ja. Oké, ik stel voor dat we doorgaan naar de volgende spreker. En ook bedank je voor Hein en voor Ad. En applaus mag nog wel een keer.
is nog stil. Oké, ik zal vast beginnen met mijn inleiding. Want, we hebben al gehoord wat er in, of in ieder geval een aantal dingen die in Eindhoven spelen en hoe er in Eindhoven tegen een aantal zaken aan wordt gekeken. Bart is uitgenodigd om ook iets te vertellen over hoe dat in Gent is gegaan. En ik heb begrepen dat jij ook in een samenwerkingsverband zit waar ook met andere Europese steden omgegaan wordt met open data. Dus ga je gang. Dank u wel. Dus dank u om mij uit te nodigen voor de gelegenheid om te mogen uitleggen. Sorry Paul, ik heb mijn verhaal al een paar keer gehoord, maar het blijft even interessant. Ik heb geen afstandsbediening, maar ik sta niet graag achter spreekgestoeld. Dus even mezelf, ik ben Bart, ik ben van Gent. Voor de mensen die het nog niet opgevallen is, super. Dat ligt dus in Vlaanderen, mijn accent verraadt dat wel een beetje. Dat is mijn zoontje, daar doe ik het voor. Omdat ik wil dat hij binnen 20 jaar ook in een stad leeft, omdat hij even graag woont als ik vandaag woon. Ik heb muziek gespeeld, ben dus ambtenaar. Ben ook lid van de OK van België. En mijn Twitter-account moest je achteraf nog vragen willen stellen ofzo. Dus open data in Gent. We zijn een van de eerste steden in Vlaanderen en België die met open data gestart zijn. En waarom zijn we daarmee begonnen? De grote retoriek, de smart cities, wat dat dan ook mag betekenen. Dat was daar zeker een onderdeel van. Ook alle ontwikkelingen naar transparantie, het open government en hoe ga je het digitale gaan inzetten om je stad leefbaar te houden. Dus we hebben het al een paar keer gehoord in de ruimtelijke context. Je moet je stad herinrichten ruimtelijk. Maar ook alles van digitale mogelijkheden betekent dat je een aantal processen in je stad moet herinrichten. En wat is de rol van het digitale daarin? En daar geloven we echt dat open data daar een goede insteek kan zijn. Dus het gaat over innovatie, het gaat over efficiëntie, het gaat over die creatieve economie, maar het gaat vooral over co-creatie in alle stappen van een beleidsproces. De creatieve economie, nog een kleine kanttekening. We kennen allemaal de 28 miljard euro die de Europese Commissie uitgerekend heeft als meerwaarde van open data. Ik moet eerlijk zijn, in Gent heb ik ze nog niet zien toekomen. Dus we zijn nog altijd aan het wachten. Hè. De situatieschets. Mijn uiteenzetting ga ik tegen mijn karakter in een beetje structureren. Hè. Als het gaat over data, dan heb je eigenlijk drie grote stappen. Hè. Dus het genereren van de data, dus van waar komen die data in je administratie. Dan over het publiceren van die data, je gaat ze openzetten. En dan de derde stap van dat hergebruik. Hè. Wie doet dat, wat gebeurt er daarmee? En per stap ga ik uitleggen hoe dat we begonnen zijn. Dus heel, moet u daar niks spectaculair bij voorstellen. Hè. Dus we gaan dat heel basic doen. En dan ook kijken wat de uitdagingen en de toekomstperspectieven zijn. Dus het data genereren. Hè. Toen dat ik begon met open data en we gingen op zoek naar de eerste datasets, ik noem dat echt sprokkelen. Hè. Dus achter een bureau met een telefoon bellen naar verschillende diensten. Heb jij geen open data? Nee, wat is dat? Je moet dan al, ik heb dus 40, 50 keer hetzelfde verhaal gedaan van ja, open data dat is, bla bla bla, en herbruikbaar open standaarden. Dus ik heb de mensen doodgeslaan met termen waarvan dat ik op dat moment nog niet altijd zelf 100% door had wat dat het juist betekende. Maar dus daar kom je ook inderdaad alle moeilijkheden tegen van ja, maar ons data zijn niet juist en we zijn niet zeker of dat wel mag aan privacygevoeligheid enzovoort enzovoort. Dus in het begin was het heel basic. Hè. Ik kreeg wat Excel-bestandjes die ik dan omgezet heb naar een CSV. En het ging over heel veilige data. Hè. Dus geen zaken die een hot topic waren of die gecontesteerd waren in beleidscontext. Dat gaat dus over straatnamen. Heel veel geodata, dus waar zijn de openbare toiletten? Waar zijn de bibliotheken? Zo van dat soort veilige zaken. Maar oké, het is een goed begin. En de hondenpoep.
De hondenpoep is iets persoonlijk van mij. Dus al de 3 jaar dat we mee bezig zijn, was dat mijn challenge aan de developing community. Van, als je daar iets mee kunt doen, dan heb je mij overtuigd dat, er iets achter zit. Hè, dat er meerwaarde mee kan gegenereerd worden. Dus in Gent blijft die hondenpoep, dat blijft meegaan. Het is een beetje de rode draad. We zijn ondertussen gelukkig wat verder. Dus ik moet niet altijd, soms nog, de Excel-kens omzetten naar een CSV. Maar daar ook niet de meest aangewezen persoon voor, want ik ben geen techneut. Ik heb nog geen enkele regelcode geschreven. Hè. Misschien ooit, als ik gepensioneerd ben. Maar gelukkig hebben we ondertussen een netwerk binnen de stad van believers die daaraan aan meehelpen. Hè. En dat heb je wel nodig. Dus op geen enkele manier geformaliseerd ook. Nog niet. Hè. Dat is de volgende stap. Waar zijn we nu? Dat we weten op basis van die keten, dus de data die we vrijgeven, wat er mee gebeurt. Hoe beter en hoe interessanter uw data zijn, hoe beter en hoe interessanter de toepassing die eruit volgen. Vandaar zijn we ondertussen de stap hebben we de stap kunnen zetten om echt naar API's te gaan. Dus niet meer die Excel'en, maar een connectie tussen de oorspronkelijke moederbestanden, de databestanden, de databanken, en die onmiddellijk via een API linken aan ons portaal. Dus als er iets wijzigt door de ambtenaar die bevoegd is voor dat bestand, wordt dat onmiddellijk gepubliceerd naar ons dataportaal. Dat is een gigantische stap. Dat betekent ook dat de relevantie van alle ontwikkelingen die gebeuren, dat die maal 10 verhoogt. Dus dit is echt wel een goudmijn geworden. Dus die real-time en die dynamische data, daar zijn we nu beetje bij beetje aan het verkennen wat er mogelijk is. Wat dat voor mij wel een grote schok was in het begin, dat is over hoe weinig data je als lokale overheid eigenlijk eigenaar bent. Ik ga de institutionele landschap van Vlaanderen en België niet schetsen, maar we hebben 7 of 8 regeringen, ik ben de taal kwijt. Af en toe valt er een keer eentje en dan duurt dat tegen dat er nieuwe regering. Maar dat betekent ook dat bevoegdheden en eigenaarschap van data en datalagen ook verspreid is over al die instituties. Laat staan over een uniforme semantische mapping over al die datasets. We hebben nog geen URI-strategie, maar we zijn daarmee bezig. Hè. Dus we hebben nog. Ik heb jobzekerheid voor de komende 5 jaar. Dat is een goede zaak. Het voorbeeld, dus de stratenlijst. Dat was ook een van de eerste zaken die we hadden. Hè. Dus we hebben redelijk wat straten in Gent. En dus, dat staat er ook bij, de range van de huisnummers. Hè. De postcode, die zit iets anders in elkaar in Vlaanderen dan in Nederland. Die zijn groter. Hè. De statistische sector, dat is dat wel weer te vergelijken met de postcodes hier in Nederland. En dus één iemand die bijhoudt, die is daar verantwoordelijk voor. Maar die heeft dan een keer naar persoon A gemaild en een keer naar persoon C. En dat staat dan ergens op een P-schijf die niemand gebruikt. Hè. Dus er zijn 30, 40, 50 verschillende versies van die stratenlijsten in omloop. Door intelligent, dus de ongelooflijk sexy naam die we hebben voor de groep die bezig is rond business intelligence. Hè. Maar dat gaat niet enkel over de stadsadministratie, maar ook de politie, de brandweer, het stadsontwikkelingsbedrijf. En daar hebben we gezegd van kijk, iedereen werkt op een versie van een stratenlijst. Laten we daar komaf mee maken en iedereen gebruikt de versie die op ons open dataportaal staat. Want dan kunnen we ook middelen poelen om die stratenlijst up-to-date te houden, functionaliteiten te gaan uitbreiden enzovoort enzovoort. Dat is al een quick win. En we zijn ook aan het samenwerken in een Europees verband met Issy-sur-Mer, dat is een voorstad van Parijs, Athene en Manchester in het Citadel on the Move project. Wat we aan het kijken zijn hoe dat we de data kunnen structureren over de 4 steden, zodat de Toilet Finder in Athene even goed werkt in Issy-sur-Mer, bijvoorbeeld. Maar de ambitie reikt uiteraard verder dan de Toilet Finder. Misschien ook wel voor honden, hè? Wie weet. De toekomst. Voor mij is dit nog het meest vage, het meest moeilijke. Ik heb al een aantal keer gekeken naar RDF-formaten enzovoort. Ik raak er echt niet wijs uit. Dus vandaar heb ik wat slimmere mensen nodig die ons helpen. Hè? Maar die linked open data, dat is echt de toekomst. Want daar ga ik ook straks op terugkomen. Die semantische beschrijving. Hoe moeten we ons gegevens gaan mappen op ontologieën die bestaan om de bruikbaarheid ook opnieuw te gaan vergroten. Wat ik een beetje schrik voor heb, als we dat gaan doen, dat we ook intern ongelooflijk discussies gaan krijgen. Ja, maar wat bedoel jij nou met een straat? Of wat is voor jou een bibliotheek? En Dat weet ik eigenlijk niet goed. Dus, maar daar wacht ik ook een beetje op een signaal van de hogere overheden in België en ook Europa, om daar 1 orgaan voor in het leven te roepen die daar
dat je niet te veel echelons hebt die nee kunnen zeggen. Want dus, een overheidsapparaat is dat soms een beetje moeilijk. Maar ook daar gaan we dus samenwerken met andere overheden, dus binnen Gent, buiten Gent. En wat dat er nu op de laatste S voor Gent naar boven gekomen is, dat is de historische data. Niet data over de middeleeuwen, maar hoe was de parkeerbezetting vorig jaar? Hoe was de parkeerbezetting tijdens het Lichtfestival 2 jaar geleden? Hè? Zodat we aan voorspellingen kunnen gaan doen. Het is er juist als voorbeeld gegeven. Maar dan ben ik mij nu al zorgen aan het maken, wie moet die data bijhouden? Want dat gaat bijkomende servercapaciteit vragen, opslagcapaciteit. Zijn we daar klaar voor? Hebben we daar genoeg beveiligingsmechanismen voor? Enzovoort, enzovoort. Dus ook ons IT-departement is nog zeker van een job de komende 5, 6 jaar. Maar ik denk dat daar wel een goede case kan inzitten. Hè. Dus wat op de laatste Apps for Gent waren er 2 bedrijven, twee teams, die rond die voorspellingen en historische data aan het werken waren. Dus dat lijkt mij wel boeiend. Oké, zover het data genereren. Nu het data publiceren. Dat was ook een ongelooflijk interessant traject. Op de eerste Apps for Gent, dat was georganiseerd op initiatief van de developers community. We zijn daarop op ingegaan. We hadden nog geen dataportaal. Ik ben gewoon op dat event toegekomen met een USB-stickje. Zo van, dit zijn onze data. Hè? Dus de 100 toiletten, de straatnamen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Dat was ook niet beschreven, niet gemetadateerd. Staan daar nog Excel tussen, enzovoort. Toen heb ik het woord parsen geleerd van de developers. Hè? Dus zinsontleding voor data, dat weet ik nu ook. Maar toen heb ik op aangegeven van die mensen, was het redelijk snel duidelijk van, we moeten daar iets meer mee doen. Dus met ons IT-departement dat USB-stickje op een webpagina gezet, je kon de bestanden downloaden, de kous was af. Voor 2 maanden. Want het werd gebruikt en de vraag begon te komen, ja, dit is toch niet optimaal enzovoort. Dus voor ons is dat voortschrijdend inzicht, dat proces kan ongelooflijk snel gaan. En wat dat mij ook verbazen, als overheid ben je niet gewoon dat kennis gratis gedeeld wordt. Je moet consultants inhuren, die zijn duur. En die lopen op het einde van het verhaal met de kennis weer weg. Want er is geen tijd om aan kennisoverdracht te doen. Wat heb ik geleerd uit die community? Die zijn wel bereid om te helpen, om jou bij te staan, om die data te openen, om die data herbruikbaar te maken. Het is echt een win-win situatie. Dus, dat in mijn carrière van 17 jaar als ambtenaar, dat ik nog nooit meegemaakt. Dat is heel fijn. Dus... Dan hebben we ook werk beginnen maken naar die open standaarden, CSV. Hè. Ik weet ondertussen ook wat een UTF-8 encoding is. Hè, dus dat de trema's meekomen in de CSV, dat dat geen rare tekens worden. Dus dat leren we bij. Dus we waren ons aan het focussen op het machine-readable zijn van de data. Ondertussen ben ik daar een stap verder in geëvolueerd. Hè, omdat er nog veel meer in zit. Want in die eerste fase gaat het nog vooral over die app-ontwikkeling. Nog niet over de herbruikbaarheid en de maatschappelijke meerwaarde. Daar is er iets meer voor nodig. Dus we zijn dus van een USB-stickje naar dit portaal gegaan. Dus het is een Drupal-module die we zelf ontwikkeld hebben. Maar in de geest van het verhaal is die ook beschikbaar als open source. Dus op GitHub kun je de Drupal-module vinden. En wat erachter zit, is de datatank. En de datatank is een ontwikkeling die gebeurd is door de Belgische Open Data Community. Ook gesteund door de Universiteit Gent. En ik noem dan Google Translate voor dataformaten. Je steekt er een CSV in en het komt een JSON of een XML uit naar gelang wat je op dat moment nodig hebt. Dat is echt wel, maar het is juister dan Google Translate. Hè. Dus de datatank, heel interessant. Ze zijn nu aan het werken aan een nieuwe versie, zodat die ook CCAN compliant wordt. Zodat we ook de metadatering onmiddellijk kunnen meegeven. We zijn nu veel tijd en energie aan het steken in het metadateren, het beschrijven van de data. Door de gesprekken die we hebben met de developers, leren we ook welke informatie voor hun relevant is. En dat betekent eigenlijk ook dat we ons eigen beleidsratio moeten vertalen voor die mensen. Hè. Wij kunnen niet met het klassiek ambtenarees in een beschrijving zitten. Nee, we moeten dat op een andere manier gaan uitleggen. En ook het juridische aspect, daar ga ik eerlijk in zijn, daar heb ik mij nooit veel zorgen over gemaakt. Ik heb gewoon 1 licentie gevraagd aan juridische dienst en voor de rest, ja. Maar daar ga ik zo nog een verhaaltje over vertellen, want het is op een of andere manier toch wel teruggekeerd op mijn bureau. Hè.
Maar ook daar is er een positieve evolutie. Het Vlaams niveau, die werkt aan een standaardlicentie die ook op lokaal niveau kan gebruikt worden. Zodat we hopelijk over gans het grondgebied één open data licentie hebben. Wat de herbruikbaarheid en de combinatie van datasets van verschillende overheden ook makkelijker maakt. Ja. Dus de meerwaarde van zo'n portaal, inderdaad herbruikbaarheid intern en extern. Het blijft een visitekaartje voor je organisatie, voor een doelgroep die je traditioneel niet bereikt. Als overheid ga je focussen op de buurtbewoners en de captains of industry, maar niet zeggen, we gaan nu een keer iets doen voor de developer community. Maar met dit soort verhalen lukt dat wel. En wat we ons nu beginnen af te vragen, het lokale aspect is belangrijk. Hey, ondanks alle inspanningen op Europees niveau dat datasets ook raadpleegbaar zijn en zoekbaar moeten zijn van Londen en Athene enzovoort. Maar voor mij dat lokale aspect is ongelooflijk belangrijk om het contact met community lokaal te houden. Want de problemen die ze ervaren, de oplossingen die zij willen bouwen, zijn ook lokaal. Maar dan is de vraag, moet jouw lokaal portaal ook een brug zijn naar sets van andere overheden? Daar ben ik nog niet 100% uit. Dat gaan wij ook niet beslissen op grensniveau, dat zal ook afhangen van Europese ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld, de API van de parkeergarages. Dus, het heeft wel voeten en daden gehad, ik ga daar eerlijk over zijn. Dus ons mobiliteitsbedrijf, die stond daar niet direct om te springen. Alles stond klaar om te openen, want in het bestek stond zelfs de ontwikkeling van een app enzovoort. Ik had die mensen dan uiteindelijk kunnen overtuigen van, je doet dat beter niet zelf. Laat andere mensen dat doen, die gaan dat beter doen met meer ideeën, meer verschillende toepassingen enzovoort. Dat is dus vrijgegeven. De dag erachter, echt waar, de dag erachter waren er 9 verschillende parkeerapplicaties op alle platformen, zelfs Windows 8. En die werken dan, oké. Maar de dag nadien kreeg ik dan nog telefoon van iemand die vroeg nog wat uitleg. Zegt hij, ja, want ik ben bezig met een Facebookpagina voor een klant van mij en dat is een winkel die in het centrum zit van Gent. En ik ga daar ook een kotje maken. Hè? Een hokje, sorry, een kotje is misschien te Vlaams. Hè? Een hokje waarin dat mensen kunnen zien hoeveel parkeerplaatsen dat er in de buurt van de winkel ter beschikking staan. Dat is schitterend. Hè? Als stad ga je zoiets nooit bouwen. Toch niet voor één winkel. Hè? Dus dat is heel goed. Die statistische data. Daar bereik ik ook een gans nieuwe groep mee. Want ervoor stond er wat ter beschikking op een website en je kon zelf je draaitabellen maken enzovoort. Dat was heel dankbaar voor alle sociologiestudenten van de universiteit. Maar door dat ter beschikking te stellen als open data, is er een gans nieuwe groep die daarmee bezig is. Alle IT-studenten die een keer een oefening moeten maken enzovoort. Maar dat betekent dat die ook leren wat de bevolkingssamenstelling is in Gent. Hè. Dus die krijgen dan ook een nieuwe blik op je stad. Een ander voorbeeld, Kot dat Gent, een website die we hebben. Een kot, dat is een studentenhuisvesting. Zo'n kamers, denk ik dat de Nederlandse equivalent is. Ja. Dus goed, we hebben een website. We gaan die ook ter beschikking stellen als open data. We hebben dat gedaan in een testversie. Dus die databank, base, staat op GitHub. En 2 weken, nee, het is al langer geleden, 3 weken geleden, kreeg ik een mail van het CERT. Nog nooit van gehoord, maar dat blijkt de afkorting te zijn, hou die vast. Het Cyber Emergency Response Team. En dat was een mail echt zo lang, dus het kon niet op één scherm. Ik heb dat aandachtig gelezen en dat was zo van, ja, je doet overtredingen van bepaling dit en dat en privacygevoelige gegevens enzovoort. Ik had even schrik. Ik ben gaan kijken, wie is dat CERT uiteindelijk? Dat bleek een of andere Amerikaanse organisatie te zijn, maar die dat wel licenties kan uitdelen. Hey, het was heel vaag. Ik heb dan naar die mensen gebeld en die bleken heel vriendelijk te zijn. Dus dat was oké. Ik heb toen ook uitgelegd waarom dat die gegevens er waren. Dus de eerste mail was iets agressiever. Hè? Want we moesten die data onmiddellijk verwijderen enzovoort. Maar ik heb toen uitgelegd wat er daarachter zat, open data enzovoort. Wat blijkt, in België hebben we een privacycommissie. Dus ik denk dat in Nederland waarschijnlijk iets gelijkaardig is. Dus van alles dat je als overheid, als organisatie adressen bijhoudt, moet je dat melden. Wij bewaren die gegevens daarvoor en daarvoor en daarvoor. Wat blijkt nu, dat is goed voor het bijhouden, maar niet voor het openstellen van die data. Dus moeten we nu van alle databases die we hebben, die we van plan zijn van open te stellen,
moeten wij opnieuw een aanvraag gaan indienen bij de privacycommissie en een uitbreiding vragen, dat we dan mogen openstellen. Dus administratief is daar nog wel wat werk aan. Dus een aantal van onze administratieve bedieners zijn ook jobzeker voor de komende 5 jaar. Dus dat is ook weer goed. Dus open data zorgt voor jobcreatie. Dat is een goede zaak. De toekomst. Het is voor mij een erezaak dat het Gentse dataportaal een voorbeeld blijft in Vlaanderen. En liefst erbuiten ook, maar op Europees niveau hebben we iets meer concurrentie. Dus dat is iets moeilijker. Hè. Maar we zijn ook aan het kijken, samen met de stad Antwerpen, met Kortrijk. En in de regio van Kortrijk heb je een intercommunale van 13 kleine gemeentes, Leiedal. Die zijn ook bezig met open data. Dat is super. Hè. Dus ook, want het is geen stedelijk verhaal, het is een overheidsverhaal. Dus daar zijn we aan het kijken hoe dat we kunnen samenwerken. Hè? Met gemeenschappelijke technologieën, gemeenschappelijke ontologieën, gemeenschappelijke activiteiten. Dus dat we elkaar daar ook kunnen versterken. Hè? En hier ben ik met mijn machine readable zijn. Als je echt de meerwaarde wilt geven aan die data begrijpelijk maken, moet je ook focussen op het human readable zijn. We hebben het in het begin gezien van de dag. Hè? Er is nood aan datawetenschappers. Goed, ja, we hebben daar nood aan. Maar is het ook niet omgekeerd dat we meer en meer mensen vertrouwd moeten maken met data, data te lezen, data te begrijpen. En dat ga, hey, we moesten dat vroeger ook doen. Hè? Dat is niet omdat open data is dat een nieuwe vraag is. Ik herinner me altijd, we hadden in het middelbaar, tussen nu 12 en nu 18, hadden we les maatschappelijke oriëntatie. En dat zijn dan de meer maatschappijkritische leerkrachten die in die vakken terechtkomen. Hè. En we moesten ook zo'n oefening doen van de visualisaties en de statistieken en de grafieken die je had in de krant, van die te ontleden. En het eerste wat je doet is zoeken waar is de nullijn. Want soms zie je lijnen beginnen op 100 of 200, dan krijg je wat vertekend beeld. Of vol is het hier hetzelfde, maar dan met iets andere methodologieën. Dus. Maar ik weet ook nog niet hoe dat we dat moeten oplossen, hoe dat we ervoor moeten zorgen dat die data toegankelijker worden voor meer groepen. Want burgerparticipatie is ongelooflijk belangrijk. Maar je gaat dat niet bereiken met een XML van je parkeerdata. Dus hey, daar zijn we nog op zoek naar goede methodologieën. En dan het laatste. Ik weet niet hoeveel tijd dat ik nog heb. 10 minuten, oké. Data hergebruiken. We hebben veel werk gestoken in het data opzoeken. Data ons ter beschikking stellen. Maar dan. En in het Gens... Ik ga één woord dialect gebruiken. Ik ben ongelooflijk een chansaar. Een chansaar wil zeggen iemand die ongelooflijk veel chance heeft. Iemand die ongelooflijk veel geluk heeft. Hè. Dus ik heb ongelooflijk veel chance gehad dat we in Gent een universiteit hebben. Een aantal hogescholen met IT-opleidingen. Een goede developer community. We hebben hackerspaces enzovoort enzovoort. Dus er was voedingsbodem. En gelukkig dat het niet de typische clichés zijn van de nerds die niet assertief zijn. Hè. Maar die wel de moed hebben om te bellen en bij de stad aan te kloppen van zeg, het is tijd om een keer aan de boom te schudden, die data moeten hier vrijkomen. Ze hebben ons toen eigenlijk, ze hebben het heel slim aangepakt. Ze hebben een reeks georganiseerd van 10 avonden op café met alcohol, altijd interessant, over het digitale in Gent. Vaag, en dat ging over digitale kunst, dat ging over invloed van digitaal op muziek maken enzovoort. En ze waren toen naar het stadsbestuur gegaan en ze hebben gezegd van kijk, het zou jammer zijn moest de stad Gent hier ook niet aan bod komen, hè, want jullie zijn toch ook een belangrijke actor. Goed, ja, waar gaan we het over hebben? En die mensen suggereerden, waarom zou je die hebben over open data? Slim gespeeld, dus had ik een alibi om naar de wethouder, de schepen te gaan, van... Kunnen wij iets zeggen over open data? Gaan we dat doen? Ja, ja, doe maar. Hij heeft geen uitleg gevraagd. Dus ik denk niet dat hij eigenlijk wist wat er in toegezegd is, maar dat maakt niet uit. Hè. Dus op die avond hebben we moeten zeggen, ja, we gaan aan de slag met open data. 2 maanden later was de eerste Apps for Gent. Dus met mijn USB-stickje dat ik daartoe kwam. Hè. Dat waren 80 mensen. Ik wist niet dat dat zo'n succes ging hebben. Ik kon me daar geen idee. Er waren er 80. Hè. Die met dat USB-stickje, dat was dan rap op mijn server geplaatst, iedereen was daarmee bezig. Er zijn er heel leuke ideeën uitgekomen. En wat heb ik toen geleerd? Dat de mensen vertrekken van eigen problemen. En dat is voor mij de sleutel geweest tot het ganse verhaal. Ze doen het niet voor de stad, maar ze doen het voor zichzelf. Maar er zit wel een maatschappelijke meerwaarde in, want ze zijn bereid om hun vrije tijd op te offeren, om iets te bouwen, om hun probleem, maar daarmee ook het probleem dat het
dat andere mensen die gelijkaardige problemen op te lossen, om daar iets mee te doen. Ondertussen hebben we al 3 edities gehad. En het zijn telkens belangrijke sleutelmomenten in ons open data verhaal. Want het gaat niet enkel over de apps. Voor mij, uiteindelijk, als ik eerlijk mag zijn, zijn die apps ondergeschikt. In gans het verhaal. Voor mij gaat het over de dialoog die je op dat moment hebt. De goodwill die je creëert. Het engagement dat je beloont aan die mensen. Het podium dat je geeft. Het gaat over dialoog, het gaat over interactie. Het gaat over samen een verhaal gaan schrijven. Hè. Dus, en dat is wat we nu ook proberen te doen door extra aandacht te besteden aan de nazorg. Want het is niet, het event is gedaan, iedereen een beetje kava, de deuren toe en daarmee stopt het verhaal niet. Maar inderdaad gaan kijken met die oplossing, als je dat verder wil uitbouwen, wat heb je nog nodig van ons? Hoe kunnen we dit ondersteunen? Daarom dat we ook via de OKFN ingestapt zijn in het Apps for Europe verhaal. Om ook die mensen op een grotere schaal wat te kunnen doen. Daar ga ik zometeen nog iets over vertellen ook. Wij spelen ook in de geest van het open data verhaal, sharing is caring. Dat betekent ook dat je ideeën van anderen vrij kunt hergebruiken. Dus de data dives, dat hebben we opgepikt in Helsinki. Je hebt uw hackathons, heel belangrijk. Maar die data dives zijn uiteindelijk veel interessanter. En wat is dat? Dat hebben we ook gedaan voor die mobiliteit, dus die API van de parkeergarages. Voordat die API ter beschikking kwam, hebben we een oproep gelanceerd. Wij doen niks in print, maar dus via Twitter en onze website. En alle geïnteresseerde developers in mobiliteit uitgenodigd. 15 mensen, ze kwamen uit Limburg, ze kwamen uit Wallonië naar Gent, omdat we de eerste waren. En toen hebben de mensen van de dienst mobiliteit, samen met een technische partner, hebben gansenavond gediscussieerd over welke informatie zit er in die API. Wat zouden jullie daarmee kunnen doen? Wat zijn onze bezorgdheden? Wat zijn jullie bekommernissen? Bijvoorbeeld, een van de grootste zorgen van de mobiliteitsdienst was van, als we die data gaan openstellen, gaat iedereen de kortste route nemen naar de parkeergarage met de meeste plaats. Dat wil dus zeggen, extra sluipverkeer genereren. Maar met die developers daarover gepraat, zijn we samen tot een oplossing gekomen. In de API moeten er ook waypoints komen. Probleem opgelost. Dus dat soort inzichten, dat krijg je maar door zelf die openheid te gaan genereren. Waar ik ook heel trots op ben eigenlijk, elke IT-opleiding in Gent, hogeschool, universiteit, die gebruiken de open data van Gent in hun lessen. Dat wil dus zeggen dat er jaarlijks een, wij kan er 100 vanaf zijn, maar 400 studenten bezig zijn met de stedelijke data. 80% gaat dat waarschijnlijk pokken saai vinden, maar die 20% die geïnteresseerd is, die moeten we hebben. Want die raken vertrouwd met de stad, met de administratie. En die mensen kunnen we ook sneller recruteren voor ons eigen IT-departement. En als ik echt een droom mag uitspreken, ik wil dat IT-departement ophoudt met te bestaan, maar dat we embedded developers hebben. Dus dat elke dienst eigen developers heeft. Want dan kom je echt tot co-creatie. Hè? Dus, oké. Creatieve economie. Voor mij was dat ook een eye-opener. CityPad, die zijn vorige week gelanceerd. Een platform om stedelijke informatie te geven aan toeristen, aan winkels. Zit daar ook een goed businessmodel op, enzovoort, enzovoort. En die kwamen bij ons schoorvoetend van, we zouden eigenlijk wat informatie nodig hebben van de stad. Ik zeg, kijk op ons open data portaal. Ah. Dus het is niet omdat je een open data portaal hebt, dat magisch zal verspreid worden bij iedereen die met IT bezig is. Dus ik ga ook nog moeten nadenken over een goed PR-plan om die open data binnen de developer community bekend te maken bij alle IT-bedrijven. En dan de nazorg van die hackathon waar ik over sprak. Wat ik nu ga doen, van alle ontwikkelingen die gebeurd zijn, die mensen ga ik in contact brengen met de bevoegde dienst. Met de dienst toerisme, met de dienst inspraak, ruimtelijke ordening, enzovoort, enzovoort. Om te kijken wat daar nog verder mee kan gebeuren. Maar dat betekent ook, we zijn nu met 2. Dus ik en mijn collega Timo, dus industrieel ingenieur informatica. Dus die weet wel wat dat API's en URI's en zo, die weet wel wat dat betekent. Maar we gaan dat moeten uitbreiden. Ik zeg niet in ons team, maar dat we dat netwerk dat we hebben binnen de stad, dat we op een of andere manier gaan moeten formaliseren. De meerwaarde. Ik heb hier deze morgen en in het begin van deze namiddag een aantal uitdagingen gehoord. Hè. Ook het Bluetooth meten van bevolkingsstromen enzovoort. In Gent zijn we daar ook mee bezig. En ik wil eigenlijk niet weten op hoeveel plaatsen dat ze daarmee bezig zijn en opnieuw het warm water gaan uitvinden.
Maar op zich is dat niet erg. Gewoon het feit dat je een lokale community hebt die aan een oplossing wil bouwen, vind ik goed. Dus het is constant op zoek gaan naar die win-win. Maar ook de feedback is zo belangrijk. Gaan ze feesten. Ik denk dat iedereen daar al van gehoord heeft. Zo niet. Midden juli moet je naar Gent komen. Pakt wat geld mee, dat is altijd interessant. Ook voor onze economie. Sinds ons begin van ons open data verhaal, omdat de Gentse feesten zo'n brand is, hebben wij vanaf het eerste jaar dat we open data aan de slag gingen, het programma van de Gentse feesten als open data ter beschikking gesteld. De eerste keer heeft me dat ongelooflijk veel moeite gekost om de mensen te overtuigen van dat te mogen openzetten, want ja, het is toch commercieel bruikbaar enzovoort. Ja, natuurlijk is commercieel bruikbaar. Maar we hadden geen app. Maar ik zeg, vertrouw mij, ik heb echt mijn nek uitgestoken. Het heeft heel lang geduurd. De Gentse feesten beginnen officieel de zaterdag om 2:00 als de stoet vertrekt. Dus de optocht, de cortège. De vrijdag om 2:00 zijn de data vrijgegeven. 24 uur later waren er 7 apps. De ene al bruikbaarder dan de andere. Sommige beperkten zich tot één plein, andere tot een bepaalde categorie. Maar dat maakt niet uit. Dus het werkt. Ondertussen zijn we daar verder in gegaan en we zijn nu zover dat alle feedback die we gekregen hebben van die developers die zeiden van als je die data anders structureert, kunnen we dat en dat en dat er ook mee doen. Dat zijn we nu aan het verwerken in ons portaal. Dus dat is ook weer die, ik gebruik niet graag het woord gratis consultancy, maar eigenlijk is het wel zo. Dus maar het werkt dus effectief. En ja, de nieuwe ideeën. Parkpret, dat was een van die studenten. Die had een tool, hier zijn de parken in Gent, maar die had daar iets aan gekoppeld. Dus dat je kon afspreken in een park, wie neemt het vlees mee, wie neemt de barbecue mee, wie neemt het bier mee. En wij hebben toen die persoon gecontacteerd van, het zou dan ook interessant zijn dat je daar de informatie mee geeft van, daar zijn de vuilbakken en je moet je glas mee terug naar huis nemen. Maar op die manier werkt het, is een ganz nieuwe dialoog. En dan moet je als overheid niet bestraffend gaan optreden van, we gaan hier met boetes komen of... nee, dus op die manier kan je proactiever zijn. Oké. Okay. De vraag is hoe schaalbaar dat allemaal is. Dat is een ander verhaal. Gendetta, gamification is ook al een paar keer gevallen. Blijft belangrijk. Gewoon heel simpel, Gent, 25 wijken, Foursquare check-ins. En je meldt u aan, je wordt ingedeeld in een bepaalde clan. En met hoe meer van je clan dat je incheckt in een bepaalde wijk, kan je die wijk gaan veroveren. Maatschappelijke meerwaarde, ik ga het u vertellen. Gent heeft een aantal wijken, buitenwijken, die weinig bezocht worden. En een aantal mensen gingen zo hard op in dat spel, dat die gingen zoeken waar is een restaurant in die wijk, dat we met 5 kunnen gaan eten, inchecken, zodat die wijk van ons wordt. Dus het is een incentive. Voilà. Mijn tijd is om. Nog heel kort. Apps for Gent. Wij spreken niet meer over een hackathon, maar het is een co-creatie-event. Dus het gaat niet om apps, maar wat het mij om gaat... Welke prioriteiten, welke thema's willen mensen behandelen? Welke willen ze aansnijden? De laatste Apps for Gent, dit was de winnaar. Hoe druk is het nu? Dus we hebben het hier ook al gehoord, een druktemeter op basis van Twitterfeeds, bezetting van parkeergarages. Maar ze gaan daar nog datafeeds aan toevoegen. En mensen kunnen ook zelf aangeven van waar dat de druk is. En wat dat voor mij echt het sluitstuk was... Het beeld dat je ziet van elk plein is het laatste opgeladen Instagram-foto van op die locatie. Dat vind ik geweldig. Hè? En dan 9K Builder. 9K staat voor 9000, 9000, dat is de postcode van Gent. Hè? En die mensen hebben, we hebben het hier een paar keer gehoord, ik denk dat wij later nog moeten praten. Hè? Die hebben een tool gebouwd, maar die gaan er nog verder ontwikkelen om aan mensen te kijken hoe moet ons wijk opnieuw ingericht worden. Wat zijn de pijnpunten? Dus het zijn hier een aantal screenshots, maar alles is ook te vinden, alle toepassingen op de site van Apps for Gent. We doen dit niet alleen met de stad, we zijn met veel, die staan daar allemaal op, maar de presentatie komt ook op SlideShare. En hier staan alle relevante links. Dank u wel. Oké, Bart, dank je wel. We hebben dus helaas geen ruimte meer voor vragen, maar Bart is ook via Twitter en ook nog hier bij de koffie... beschikbaar voor vragen. Dus we hebben nu volgens mij 10 minuten pauze, even tijd voor koffie en dan komen we hier terug voor de keynote. Dank u wel.